De regievoering rond het onderwijsvernieuwingsbeleid moet gerichter worden aangepakt en wel op transparante en verantwoorde wijze. Deze vernieuwingen zijn bedoeld om te gaan naar een betere integratie van basisonderwijs, kleuteronderwijs en voortgezet onderwijs. De werkgroep Procescoördinatie in samenwerking met de werkgroepen Wetgeving en Communicatie moeten bijdragen tijdens het vernieuwingsproces en toezien op de correcte implementatie hiervan. Dit zegt de directeur Algemeen Vormend Onderwijs, Helmina Poese, van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Studenten worden in staat gesteld om verschillende lagen van zichzelf te ontwikkelen. De leerlingen zijn in staat om zelfstandig aan de slag te kunnen gaan, hun eigen leerweg te kunnen bepalen, zelfstandig en met andere vraagstukken op te lossen. Cultuurbewustwording, respect hebben, waarden en attitudes, vaardigheden ontwikkelen, kennis verwerven in verschillende culturele en functionele omstandigheden. Hun talenten te kunnen ontwikkelen en vooral sociaal-emotionele welbevinding te leren ontwikkelen. En daarom allemaal te vormen tot de kritische burgers met behulp van het leerlinggericht onderwijs dat wordt aangeboden. Ontwikkelingsgericht onderwijs is dus geïntegreerd in het onderwijsveld vanaf 2021, waarbij ook gelet wordt op meertaligheid, gelijkheid, gelijkwaardigheid, culturele diversiteit, fysieke en mentale gezondheid. Poese zegt verder dat met deze transformatie het ministerie burgers bewust wil maken van transformaties in de wereld die effect hebben op elk kind en zo ook het onderwijs. Poese gaf een gedetailleerd uitleg over de stelselwijziging die gepaard gaat met de transformatie. De minister zei het al, het doorstroombeleid. Overgangsnormen worden gehanteerd om de overgang van een leerling te bepalen. Onderwijskundige aanpassing, voortzetten van de transformatie van traditioneel onderwijs. De leerkracht heeft gezegd, leerstofgericht. Ik moet dit afronden. Er is een leerstof dat afgerond moet worden. Nee, nu gaan we naar ontwikkelingsgericht onderwijs. Het leren van het kind staat centraal. Het kind, talenten ondersteunen, allemaal rekening houden met het kind, de leerlingen. Onderwijsinhoudelijke ingrijpen, waarbij ook er veranderingen is getreden in het curriculum, de manier waarop er les wordt gegeven, de didactiek, de wijze waarop wordt getoetst, niet alleen maar leren, leren, leren om een repetitie te maken, vraag en antwoord, maar ook dat de leerlingen leren presenteren, ze maken een werkstuk, ze gaan op zoek naar informatie en alles samen ook nog zelfredzaamheid bij de kinderen. Tijdens dit proces zullen de werkgroepen de wetgeving met de onderwijsvernieuwingen als uitgangspunt evalueren en zorgen voor de correcte vertaalslag over deze onderwijsvernieuwingen. Dit traject wordt ook gemonitord door het ministerie.